Vandaag, jongens. Vandaag is het pyjama-dag. En we gaan ervan genieten. Ik wilde gaan opnemen, maar ik kon mijn bed niet vinden. En ik had geen zin om mijn haar te doen. Lach me alsjeblieft niet uit. Dus ik dacht, weet je wat? Laten we aan van de aflevering van vandaag een pyjama-thema hangen. Oftewel, we gaan lekker in het kasteel aan de slag. Jongens, welkom al bij deze nieuwe aflevering. Bam! Dit is een foto van mij, waar ik wel mijn haar heb gedaan van de vorige video. Zo zie ik eruit normaal. Nu ziet het er zo uit. Kies 1 of 2. 1 of 2. Ik kies voor 1. Oh, maar wat leuk dat jullie er zijn. Vandaag wordt een lekkere bouwaflevering. Althans, dat denk ik. Wie weet dat er nog veel bij komt kijken. Natuurlijk, dat kan altijd. Maar laten we beginnen met een keer de chestroom te verplaatsen, jongens. Ik heb in Cold Dead Vein al veel te lang moeten overleven met deze mini chestroom hier met heel weinig kisten. En nu ik natuurlijk het kasteel heb uitgebreid, is hier ruimte voor zo wat beters. Maar voordat we dit doen, moet je even liken. We gaan voor 4000 likes. Bij 4000 likes maak ik van Content Vein 1.19. Maar dit hele zooitje hier moet beginnen met een trap, jongens. Ik moet een trap maken naar boven. Want daar is nu de enige trap. En dat vind ik best wel ingrijpend om hier naar binnen te komen. En dan helemaal daar omhoog te lopen. Om volgens daar mijn chestroom te hebben. Maar voordat ik dat ga doen, ga ik echt even deze armor stands weghalen. Want ik vind helemaal niks hier. Ik ben het er gewoon nog steeds niet mee eens. Ook niet met dat water. Ik denk dat ik dat ook gewoon weghalen binnenkort. Het staat een beetje slordig of zo. Ik denk dat ik er beter tafels neer kan zetten. En dan deze. En de chest ook even weg. Die staat hier ook niet al te netjes. Laten we die heel even stiekem hier achter zetten zo. We hebben een ender chest hier. Kijk, het ziet er al iets netter uit nu dat gewoon weg is. Het zag er echt niet uit. Oh ja, jongens, we hebben trouwens nog een cadeautje gekregen van Anne. Anne, die heeft volgens mij van alles achtergelaten. Allemaal steen, allemaal cobblestone. En laten we dat gelijk even gebruiken voor een goed doel. Het maxdoel. Ik denk dat het maxdoel altijd wel een goed doel is. Alright, laten we beginnen met even de muren hier weer recht maken zoals het hoort. Ik denk dat ik deze hier gewoon doortrek en dan de doorgang zoals dit maak hier. Oftewel een beetje zoals dit. Want die muren hier binnen die zijn gewoon nog niet netjes afgewerkt, jongens. Dat kan echt niet. Als je dit ook ziet hier, dit ziet er niet mooi uit. Zetten we het plafonnetje er gelijk even in. Dat voel ik me slordig dat ik gewoon mijn haar niet gedaan heb en mijn pet niet op heb, jongens. Maar ik vind het wel een leuk thema. Gewoon lekker in de pyjama. Zie jij ook in je pyjama? Nee, dat gaan we niet doen trouwens. Dat zou een beetje te gek worden. Zo, kijk, nu is de doorgang hier in ieder geval netjes. Deze is natuurlijk wel hoger, maar ja, hè, dat is ook wel naar de grote hal. Dan wil ik hier de doorgang even gecanceld hebben. Want dit gaat even helemaal aangepast worden, jongens. We gaan even helemaal gek doen. Kijk, laten we beginnen met het feit dat deze muur hier weg moet. Wat zit hierin? Oh, koraal. Oh, dat is wel heel heftig om dat weg te halen nu. Laten we die nog even laten vliegen. En dan hier doorheen bonjouren, zo. Want dan kom je uit. Ja, dan kom je hier uit. In de bibliotheek natuurlijk. Die zit hier. Oftewel, hier moet dan de doorgang zitten. Nee, hij moet doorlopen. Gaan de bibliotheek groter maken. Dat is het hele idee. Oh, maar laat ik eerst even 100 miljoen kisten hier plaatsen. Ergens waar ik ze even tijdelijk op kan slaan met alle spullen die ik heb, zo. En dan kan ik daarna de chestroom maken. Maar eerst wil ik even de oude chestroom verwijderd hebben. Oké, dit zijn denk ik wel genoeg kisten. Zo, om, hoppakee. Ja, dit moet er wel genoeg zijn om alles erin te bonjouren. Nou, laten we beginnen. We gaan het allemaal ongeorganiseerd doen. Ik ga het gewoon weghakken en dan gelijk die kant op brengen. En dan zie ik wel hoe het eindigt. Oh, wat gaat dit een rommeltje worden, hé. Oh, ik kijk er nu eigenlijk al tegenop om dit daar en weer te sorteren. Misschien ga ik gewoon iemand inhuren ervoor. Nou, jongens, toen was het ineens, redelijk kaal. Maar ik moet zeggen, ik zie het al helemaal voor me. Als je hier nu binnenkomt, het ziet er gelijk een heel anders uit. Wat logisch is natuurlijk, maar met die doorgang hier en zo. Ik denk dat als ik deze natuurlijk ook nog weghaal zo, dat ik misschien zelfs de hoogte hier hetzelfde kan maken. Als dat nodig is. In ieder geval, ik mag hier nu ook nog alles weghalen zo. Deze hele kamer mag gesloopt worden. Zonder eigenlijk om... Oh, pas op dat daar niet heel veel dingen in zitten. Zonder eigenlijk om te zien hoe mijn werkjes die ik hier ooit een keer gemaakt heb, weg worden gehaald. Maar hè, uiteindelijk is het wel met mooie te maken. Voor een goed doel. Ik blijf het zeggen. Het maxdoel. En de kisten hier zitten zo ontzettend vol met troep, jongens. Elke kist zit vat. Het is echt vreselijk. Ik dump ook maar gewoon een beetje alles overal. Deze kist gaat helemaal een pain zijn. Oeh, allemaal boekjes. Weet je, laat ik die trouwens nu het wat sneller lopen is. Die boekies, die ga ik wel hierin douwen. Het zijn gewoon allemaal boekies die geschreven zijn en zo. En dan de enchanted books, die haal ik er wel uit. Zo. En dan zijn dit gewoon letterlijk allemaal geschreven boekjes van Cold Dead Vein. Over de serie verspreid. En de enchanted boekjes, die kunnen hierbij. Zo. En dan, misschien heel gek, maar dan kan ik dit ook weghalen, deze doorgang. Want het moet één ruimte worden hier. Oh, daar moet ik voor oppassen. Wat is dit hierboven? Huh? Dit is gewoon nog een lege ruimte. Dat meen je? Wat? Wat kan ik hiermee? Dit is gewoon nog helemaal leeg. Dat wist ik niet. Ik maak er wel echt een bende van, merk ik nu, hoor. Maar deze hele muur moet hier weg.
mag allemaal weggehaald worden. Allemaal met een beetje te herpositioneren. Als jij trouwens nog ideeën hebt van dingen die ik in mijn kasteel moet doen, jongens. Als kijkers zijnde. Ah, dag prullenbakje. Tot misschien ooit een keer, cactusje. Ik hou je wel gewoon in mijn kasteel. Maar heb je ooit een keer een idee van... Oeh, Max. Bouw dit of bouw dat. Reageer er dan gewoon gelijk, jongens. Wie weet, dan lees ik het dan en denk... Oeh, wat een goed idee. Weet je wat? Laten we deze kamer gewoon herstellen. En dan krijgen jullie te zien met een mooie makeover. Jullie snappen wel wat ik bedoel. Veel plezier met het kijken naar... Nou, het is geen timelapse. Ik ga hier wat nieuws proberen. Makeover time. Dus vandaag heb ik besloten om jullie mijn fotoalbum te laten zien... hoe ik mijn chestroom heb omgebouwd tot leuke bibliotheek. Het is wel zonde van mijn oude lieve kistjes, maar ze moesten verplaatst worden. Het is ook gelijk een leuke doorgang als je van de ene kant... naar de andere kant van het kasteel moet lopen. Ik ben er erg blij mee. Oeh, daar zijn we weer. Jongens, ik heb mijn pet gevonden, dus geen zorgen. Het warrige haar is verdwenen. Maar niet alleen mijn warrige haar is verdwenen. De chestroom is ook verdwenen. En ik vind het zoveel lijper dit. Echt waar, de chestroom was klein. De bibliotheek was klein. En nu kan ik gewoon een grote chestroom bouwen. En tegelijkertijd heb ik gewoon een grote bibliotheek. Wat ik best belangrijk vind om te hebben in, ja, een groot kasteel, weet je. Dat je ook wel echt een rechtmatig groot bibliotheekje hebt. Er zitten wat leuke boekjes hier op de tafels. Dingen die ik gewoon gekregen heb over de tijd. En zoals Groet het Universum. Gewoon boekjes die ik... Ja, als je heel Content Veen kent, dan weet je wel wat voor boekjes ik allemaal gekregen heb. Wat is dit hier? Voor Max. Beste Maxje staat natuurlijk voor moeilijke beslissing. Dit gaat over de oorlog. En dan heb ik het niet eens over Julianse oorlog, maar over de Content Veen oorlog. Van vroeger, van een half jaar geleden. Moet je ook even kijken als je het gemist hebt. Is leuk, is leuk, is leuk. En nu is het tijd om hier de chestroom te maken, jongens. Want de doorgang hier die is ook prima zo. Dan moet daar nog even een itemframe, of een itemframe, wat zeg ik nou, even gear op en zo. Hier kom je leuk, hier nog steeds uit. Nou, je kan je rondje lopen, dan kom je bij de bibliotheek uit de andere ingang en zo. Als je afvraagt hoe ik aan al die diamond gear kom, ik heb letterlijk elk... item of armor steentje die ik heb, heb ik gewoon leeg geroofd en heb ik hier gevuld. Zodat in ieder geval één kamer gewoon goed is. Behalve die daar. Die daar moet ook nog. Maar goed, deze kisten. Ik heb hier eigenlijk helemaal geen zin om dit te doen. Ik weet je wat ik wel... Ik heb een goed idee. Laat ik in ieder geval alle kisten pakken die ik kan vinden. Zo, dat zijn er een stek en 11. En laat ik dan in ieder geval vast dit indelen. En dan ga ik gewoon iemand inhuren. Ik ga gewoon vragen aan Floor of Maurits of wat ik vat. Dan betaal ik ze gewoon een paar diamonds. Wie wil alsjeblieft mijn kisten sorteren? Ik denk René zelfs. Ik denk dat René dat heel leuk vindt om te doen. Maar daarvoor moet eerst deze kamer, ja, wel een indeling krijgen. En hoe ik mijn kisten wil hebben. Dat is wel belangrijk, denk ik. En dit ga ik niet nog een keer met de fotoalbum doen. Ik met mijn pyjama aan ga dit gewoon laten zien aan jullie. Wat een goede pyjama skin eigenlijk. Als je me zo ziet, hè. Zoals dit, weet je. Dit is gewoon echt een lekkere pyjama skin. Oh, lekker pyjama. Ik denk in principe dat ik de kisten wat meer verborgen wil hebben. Dan normaal. En dat ik dat met palen wil gaan doen. Dus imagine een beetje zoals dit. Zo, in ieder geval. En een beetje zoals dit. En een beetje zoals zus. En een beetje zoals zo. Nou, dat snappen jullie allemaal wel, toch? Hé, jongens, als ik zo praat. Je trapdoors erbij. En dan daarop achter de kist. Ik hoop dat het niet dan te heftig ver wordt allemaal. Ik denk dat dit best... Ja, dit is best wel een ingrijpend groot iets om te... Dan kan je echt maar een paar kisten. Dit gaan we niet doen. Abort mission. Misschien als we een brede doen. Ik heb een idee. Nee, ik zit echt van alles te proberen. Maar ik ga even een nieuw design bedenken. Want dit ziet er niet uit. Kijk, normaal als ik een timelapse doe, jongens, van iets. Dan zien jullie dit allemaal niet. Mijn twijfelachtige situaties en zo. En dan bouw ik het maar gewoon een beetje. En als, ik, ja, als het niet leuk is, dan haal ik het weg. En dan knip ik het uit de timelapse. Waardoor jullie het niet eens zien. Want je wil niet weten hoe vaak een timelapse bouw. En dan iets gebouwd heb en het weg moet halen. En het dan volgens uit de timelapse moet knippen. Wat nou als we wat hout erin gaan verwerken als eerst? Zo. En dat natuurlijk dit maken. Dan, want het is een chestroom, dus het moet een beetje houterig zijn. Zo. In principe, mag wel iets hoger. Eentje hoger. Maar het ding is, ik kan hier misschien nog een verdieping op maken met iets nuttigs. Dus ik moet even wachten met bedenken hoe hoog. Want kijk, als ik dit zo hoog maak, dan heb je makkelijk ruimte voor nog een verdieping. En dat wil ik wel, denk ik, benutten. Oké, jongens, ik denk nu een goed design te hebben. Ik hoop het. Ik weet het niet zeker. Maar het involved wel weer, of involved, het heeft wel weer boekenkasten ja, in de planning staan ervoor. Maar als je het zo ziet, dan ben ik er wel heel blij mee. Let nog heel even niet op de lanterns. Die staan er maar eventjes te flexen gewoon. Maar als je dit zo ziet, even deze weghalen hier. Die hoort er niet. Als je dit zo ziet, ja, dit ziet er wel leuk uit hoor. En dan hier rechts gewoon nog wat barrels. Oeh, daar heb ik alleen niet genoeg van. Maar hier weer barrels. Ik vind het er op zich wel leuk uitzien. Zo hebben we nieuwe barrels. Die doen we dan hatse, flatse, hatse, pats. En dan twijfel ik hier misschien een soort trappetje omhoog. Zodat we niet de tweede verdieping kunnen maken, maar een soort overkapping. Want ik bouw het wel gewoon even. Kijk, een beetje zoals dit. En dan nu een hekje daarboven nog waar je op kan lopen. Die pakken we de wacht. Die heb ik vast wel hier ergens liggen tussen alle 100 kisten. Hier, allemaal hekjes verspreid. Kijk, dat zijn ze.
Sowieso de trap nog maken. Al kan het ook in laddervorm, besef ik nu. Het begint er al langzaam nu echt op te lijken, jongens. Ik ben nu wel echt heel blij met het design. Ik was aan het twijfelen. Maar hoe verder ik het nu bouw, hoe meer ik denk van ja, dit is hem, jongens. Dit gaat hem zijn. Dit is hem gewoon. Zeker nu met dit randje ook hier die ik aan het bouwen ben. Ik heb het voor nu eventjes alleen hier gedaan. Maar ik denk dat ik hem ook wel helemaal rondom wil gewoon. Oh, hier klopt iets niet. Wacht. Zo. Jeet. Jeet. Hoppakee, kijk. Ja, dit ziet er leuk uit toch, dat je hier binnenkomt zo. Hoppa. Hele muur vol bekladderd met kisten en weet ik wat allemaal. Dan heb ik nog even wat itemframes nodig. En die liggen als het goed is ook overal. Ja, hier ligt er 1, 2. En hier liggen er weer 2. Weer 2. Nog een keer 2. Weer 2. Wederom, het ligt gewoon echt. Letterlijk in elke kist liggen er ongeveer 2. Ik weet niet waarom, maar... Oh, hier 3. Een keer voor de verandering. Kijk, want wat mijn bedoeling is dat deze dan, deze jongens hier, helemaal volgekladderd worden zo. Hoppakee. En die barrels daarachter is puur detail. Die barrels die moet je niet gaan denken, oh, daar gaat niet op komen. Maar deze hier telt voor deze kist. Deze hier telt voor deze kist. En zo door, weet je. Dan heb ik er gewoon even wat ruimer gesorteerd. Ik hoef niet specifiek meer kisten, maar ik wil gewoon ruimere kisten. Oké, laten we nu dit design hier plakken en dan precies in het midden. En volgens mij is dat dan hier zo. Even denken. Volgens mij zit ik hier in het midden. Klopt dit? Even, ik hoef niet te tellen. Ik wil het gewoon uit mijn hoofd. Ja, ik denk dat, dat mijn visie wel kon zien dat dit het midden is. Plaatsen we er weer 10 kisten naast. Al, maar, volgens mij heb ik gewoon niet genoeg. Oh nee, laat maar. Hier zijn nog 44. Ik schrok al. Ik denk no way dat ik niet genoeg kisten heb. Mijn barrels zijn wederom op, dus ik heb nieuwe nodig. Natuurlijk, het zal weer eens niet. Zo, nu hebben we er 46. Dat gaat wel even genoeg zijn, mag ik hopen. Wow, volgens mij gaat dit gewoon precies uitkomen, jongens. Wacht even hoor. Volgens mij... Ja, oh my days. Dit gaat netjes uitkomen. Wow. Wacht, ik laat jullie wel zien waarom dit netjes uitgekomen. Ben ik ook weer een goede jongen dat jullie gewoon gaan laten zien. Ik bedoel, jullie vragen het er niet eens om, maar ik ga het gewoon laten zien. Betere kwaliteit YouTube vind je niet hoor in Nederland. Oeh, dit is wel een enge. Deze hier. Oeh, dat moet ik toegeven. Dit is een hele enge. Dat je binnenkomt en gelijk dat ziet. Boekenkasten. Althans, is dat eng? Is het een enge? Misschien ook weer niet. Misschien is het ook alweer een goede gewoon. Onze prachtige trapdoortjes plaatsen we daarbij. Onze extra lampjes hier horen er ook weer bij. De itemframes die ploppen we zoals het hoort hier. Deze is net een tutorial die ik aan het maken ben, hè, jongen. How to make bibliotheek en how to make kistkamer. Bij Makkers van Plakkers. Ik heb denk slecht nieuws, jongens. Ik heb even de calculaties gedaan. En ik denk dat het toch het beste uitkomt als hier de muur komt zo. En hier de ingang. Waardoor dit helemaal... 1 blokje op moet schuiven. Wat vreselijk. Oh, dat is echt heel zuur dit. Oeh, dit is toch wel kapitein zure oude gurk. Al vraag je het mij. Zo, gelukkig is het niet extreem veel werk. Maar het is wel heel vervelend. Gewoon, daar komt het eigenlijk een beetje op neer. Mijn pickaxe is trouwens bijna stuk. Daar moet ik echt voor oppassen. Ik hoop niet dat de Nathan-hekkers zal sneuvelen, jongens. Dat zou erg zonde zijn. We kunnen hier, om het een beetje netjes af te sluiten, kunnen we gewoon zo doen. Juist. Dit is hem. En dan hier hetzelfde zo. En zodra deze kisten dan hier weg zijn, deze, dan kan ik de muur ook netjes maken. Dat kan nu nog gewoon niet, helaas. Oké, laten we nu dan eventjes dit gelijk doen. En met dit bedoel ik ook dit pad hierboven. En dan misschien dat ik in het midden een soort brug naar de overkant maak. Oeh, dat kan wel cool zijn. Dat een brug door het midden gaat niet netjes worden, maar wat ik wel kan doen is gewoon... Aan deze kant en dan dit doortrekken zo. Praten was er even moeilijk. Aan deze kant en dan dit doortrekken. Aan deze kant gewoon de muur helemaal doortrekken. En dan die brug ook gelijk. Nou, ik krijg nou wat. Ik kan wel gewoon normaal praten. En dan het pad ook gelijk mooi zoals dit. Hoppa. Oeh, het enige is dat, zie ik nu, het pad dikker moet. Oh, maar deze moet die zo dik. Ik moet wel zeggen dat dit echt de sfeer is hier. Het is jammer dat die deur net niet in het midden van de kamer zit. Maar dan zou die niet netjes doorlopen. En dan nou ja, zou het er misschien wat minder mooi uitzien, deze gang hier. Dus zo be het met dat. Volgens mij heb ik minder kisten nu dan dat ik eerst had. En dat is niet helemaal de bedoeling. Maar ja, het ziet er wel leuker uit. En het is even wat ruimer, hè. Misschien dat ik het ook nog wel efficiënt hier nog wat kisten tegenaan kan ploppen. Sowieso is de chestroom hier is nog lang niet af, jongens. Daar niet van, hoor. Maar ik ben vast vooruit aan het denken. Ik heb gezegd, Rini, wil jij mijn kisten sorteren? Nou. Ja, nu. Ik moet nog één ding doen. Ik kom zo. Ze komt eraan, dan gaat ze gelijk sorteren voor me. Oké, dan wachten we eerst even tot René alles heeft gesorteerd wat gesorteerd kan worden. En dan weet ik nog ongeveer... Hoeveel ik nog nodig heb. Misschien hoeveel kisten ik dan nog nodig heb. Ik heb in ieder geval vast de deur die hier hoort. Soort van geplaatst. Als je niet op de kisten let, dan is het net alsof die deur er gewoon echt is. Die doorgang daar. Oké, terwijl René dit zometeen gaat sorteren, jongens. Dan ga ik even een klusje doen die ik al veel eerder had moeten doen. En dat is toch dat water hier weghalen. Ik ben het er echt niet... Nee, ik ben het er niet mee eens. Ik heb het zelf gedaan, zelf gebouwd. En ik ben het er zelf niet mee eens. Zo, dan is dat ook weer gedaan. En dan kunnen we dit opnieuw proberen. We kunnen opnieuw proberen om de troonzaal een beetje mooi te maken. Oeh, dat daar moet nog gefixt worden. Zou ik dat gelijk doen eventjes?
Als ik zo kijk, ja. Laat ik dat gelijk even doen. Dat ik daar een balkonnetje maak, want dit kan echt niet doen. Dat, er zit gewoon een gat daarboven. Oké, laten we beginnen met het balkonnetje gewoon 2 dik maken, denk. En dan net zo ver door laten lopen aan de andere kant, waardoor die symmetrisch is. Oh, ik heb ineens een heel goed idee. Kijk jongens, wat nou als ik hier nou ook hetzelfde doe? Zo. Nog eentje hoger. Deze ook nog eentje hoger. Dan hier gaan we die palen recreëren die we hieronder ook hebben staan. Oh, mijn stem die verdwijnt een beetje. Ik neem mijn best er niet eens voor. Kijk, en dan... 3 dik of 3 hoge walls. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. En dan daarbovenop, zoals dat, doen we weer een ster. Oh nee, wacht. Doen we niet op de hoeken natuurlijk. Alleen in het midden doen we dat. Hier zo. Een ster. En jij bent ook een ster. Heb je al gelijk? Kijk, dat is nou een goede promotie. Zo. En dan hatseflats, hatseflats, hats. Kijk, dan heb je hier ook gewoon een balkonnetje. Nu klopt het tenminste. Ik weet nog niet hoe het er van beneden uitziet. Maar dat schrikmoment krijgen we zo nog wel. Dan onze leuke wals ertussen hier zo. Hoppa. Dan moeten we alleen het onderkantje nog even netjes krijgen. En hoe heb ik dat hier gedaan? Het is moeilijk te onthouden. Dus ik denk dat ik maar een screenshot gemaakt. Wacht, laten we eerst even kijken hoe het eruit ziet. Oeh, dat is clean. Hey, als je dan hier zit, dat daar dan dat ding extra hoog loopt. Dan maak ik er even een screenshot van, zoals dit. Staat hij op mijn tweede scherm. En dan kunnen we dat even daar bouwen. En zo is dat ook weer netjes afgewerkt, jongens. Dit moet ik ook nog steeds doen. Maar dat komt wel een keertje. Er komt nog zoveel wel een keertje. Kijk dit nou, hé. Hey. Oh, dat ziet er toch zoveel beter uit. Nu nog de vlaggetjes ophangen. Die heb ik als het goed is nog wel een paar van. 2. Volgens mij hoef ik er ook maar 2 op te hangen, ouw. En hoeveel lager is dat? Is dit mooi? Hier 1 en dan... Hierheen. Even kijken. Ja, dat is wel leuk, hè? Vlaggetjes daar. Ik ben bang dat ze er eigenlijk te veel zijn hier, maar... Nee. Boeien. En het uitzicht vanaf daarboven, jongens. Kijk, mooi. Wat mooi weer dit. Oh, je kan zo mee zien zitten. Alright, jongens. René is inmiddels al heel ver met het sorteren van alles. Ik moet er wel even gaan betalen alvast, denk ik. Ze is goed bezig. Ze is echt heel goed bezig. Het ding is wel. Er mist nog... Ja, mist. Er is nog heel veel loot die nog geen plek heeft. Dus ik denk dat ik wel echt nog een aantal kisten bij moet bouwen. Ik denk dat ik dat dan ook hierboven ga doen. Als het ware hier op dit gedeelte. Dat ik hier dan gewoon nog meer kisten ga plaatsen. Alleen, is het wel vervelend dat je dan elke keer omhoog moet klimmen om daar even snel wat loot te pakken, weet je? Dus je weet dat ik dat dan gewoon hier doe of daar of weet ik veel wat. Maar laten we even haar even verrassen en vast een beetje betalen. Alleen, waar is de ender chest? Oh, hier. Top, top. Kijk, doen we de ender chest hier zo. Hoppa, kijk. Dan doen we de ene ender chest. Mooie plek. Ik kan hem alleen niet openen. Dus daar kan hij niet staan. We zetten hem even tijdelijk hier. Hier, wat geven we de? Zullen we de 10 diamonds geven? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hoppa. Krijgen ze die vast van me? En ze heeft het niet eens door. Ze heeft niet eens door dat ik 10 diamonds aan haar even geef. Ik krijg geen bedankje. Dan niet, René. Zo, jongens. Wat was dit toch een heerlijke pyjama-aflevering. Ik ben gewoon de hele aflevering niet buiten mijn kasteel geweest. Gewoon letterlijk alleen maar binnen, weet ik voor wat allemaal. In mijn pyjama. Zo, laten we nu weer lekker hier op bed gaan zitten. En dan deze Combat 2 video afsluiten. Het was een beetje een andere video dan normaal. Iets meer gewoon echt alleen maar bouwen. Een beetje rustig aan. Komt dat ik nog steeds niet zo heel veel energie heb. Ik weet niet hoe het komt. Ik heb echt al 3 dagen. Misschien merk ik het een beetje aan mijn stem ook. Maar ik heb echt al een tijdje geen energie meer. En dat komt niet door YouTube, jongens. Want ik vind het zo leuk. Maar ik ga gewoon even vannacht echt goed slapen. En even uitslapen. En wie weet ben ik dan morgen wel weer gewoon wat fitter. Maar voor nu dank jullie wel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Abonneer zeker even als het zo was. Vergeet niet te liken. We gingen voor weet ik voor hoeveel likes. Kijk nu lekker deze video. Dit is het vorige Combat 2 deel. Hier heb ik Julian aangepakt en verslagen. Dus kijk hem vooral nu. En nu spreek ik later graag wel. Tot die flesje bij mijn stem is er niet helemaal meer. Tot de volgende keer.